Hardloper gewond na botsing met wielrenner. Een dopingautoriteit langs bij voetbalclub Spakenburg. Welkom bij U Vandaag van zondag 24 augustus. Tussen Utrecht en Bunnik is vanmorgen een hardloper aangereden door een wielrenner en daarbij gewond geraakt. De man van 57 werd op de Koningsweg ingehaald door de wielrenner. Daarbij raakten ze elkaar. Beide mannen vielen. De wielrenner raakte licht gewond aan zijn arm. De hardloper viel met zijn hoofd hard op straat. Ambulancepersoneel heeft hem ter plaatse behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kwam dat de wielrenner en de hardloper met elkaar in botsing kwamen, is de politie momenteel aan het onderzoeken. We blijven nog even op de weg, want een verkeersveiligheidsorganisatie voerde vandaag actie in Utrecht. Team Alert, een organisatie die zich speciaal richt op jongeren, wil dat er veel beter wordt opgelet in het verkeer. Vooral het mobieltje leidt jongeren behoorlijk af. Je hoeft maar even om je heen te kijken of je ziet jongeren op de fiets met oordopjes in hun oren of een telefoon in hun hand. En dat is gevaarlijk. Nou, het is zo dat je bijna anderhalf keer zoveel meer kans hebt op een ongeluk wanneer je aan het tappen bent. Nou, dat lijkt niet zoveel, maar je kunt het vergelijken met wanneer je 0,5 promil alcohol in je bloed hebt en hoe gevaarlijk je dan bent in het verkeer. Martijn is zo'n jongere die heel actief is met zijn telefoon in het verkeer. Hij heeft inmiddels zijn rijbewijs en is zich nu nog meer bewust van de gevaren. En ik laat me zeker eens afleiden. Ik heb vaak muziek in. En dan krijg je toch even net een minder leuk liedje te horen. En dan wil je toch even een ander liedje opzetten. En dan denk je, nou, check toch nog maar even snel de WhatsAppjes of Facebook. En dan merk je toch al dat je een paar seconden niet meer op het verkeer aan het letten bent. Team Alert wijst vandaag jongeren op die gevaren. En dat gaat heel ludiek. Op een bord kunnen ze een goed voornemen schrijven. En daarna mogen ze hun kop door een gat steken. Een foto wordt later op internet gezet, zodat de jongere wordt herinnerd aan zijn voornemen. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn de mobiele telefoon. 77% zelfs van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar die WhatsApp wel eens op de fiets. En dat natuurlijk kan heel gevaarlijk zijn. De jongeren die meedoen aan de actie staan daar helemaal achter. Op de fiets heb je eigenlijk het idee dat je eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk bent, of dat het helemaal niet gevaarlijk is om even snel weg te kijken. Maar als je kijkt hoeveel ongelukken ook vooral met auto's die nog even een fietser niet zien op het laatste moment die weer iets onhandigs of knulligs aan het doen is. Ja, ik denk dat het goed is om daar ook wel bewust van te zijn. Want je voelt je altijd wel op de fiets niet gevaarlijk of wel veilig binnen het verkeer, maar dat is helemaal niet zo eigenlijk. De actie wordt waarschijnlijk de komende weken in andere steden herhaald. Ja, de actie van vandaag werd een beetje gehinderd door de regen. Het aantal jongeren in de stad viel een beetje tegen. Een aanrijding op de snelweg bij Everdingen is gisteravond relatief goed afgelopen. Het ging mis op de verbindingsweg van de A27 naar de A2 bij het knooppunt Everdingen. Een grijze BMW met twee inzittenden slipte en kwam dwars op de weg te staan. Een achteropkomende auto kon hem niet meer ontwijken en ramde de wagen vol in de flank. Beide auto's kwamen in de berm terecht en moesten worden weggesleept. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Dimfy van Rooyen, hier te zien op archief, is in Friesland Nederlands kampioen polstok verspringen geworden. De Harmelense kwam tot een afstand van 15 meter en 67 centimeter. Ook de tweede plaats was voor een regiogenoot, Lisbeth de Wit uit Woerden. Bij de mannen ging de titel naar een Fries, Nart Bransma. En Jacco de Groot uit Woerden werd tweede, met een verschil van maar 6 centimeter. De bekende Utrechtse bokslegende Joop Verbon is overleden. 50 jaar geleden werd hij 7 keer Nederlands kampioen in verschillende gewichtsklassen. En hij bokste ook Europese wedstrijden. Na zijn carrière richtte Verbon in 1975 de UBV op, de Utrechtse Boksvereniging. Die bestaat nog steeds en wordt gerund door zijn zoon. Joop Verbon was 72 jaar. We moeten vanaf morgenavond opnieuw rekening houden met wateroverlast. Volgens Weer Online in Zeist kan tussen maandagavond en dinsdagmiddag plaatselijk meer dan 50 mm regen vallen. Een maand geleden zagen we nog waartoe hevige regenval kan leiden. Straten en kelders liepen onder, zoals in Kokkengen. Sommigen maakten er ook dankbaar gebruik van. Volgens meteorologen gaat de zomer van 2014 de boeken in als een van de natste ooit. FC Utrecht heeft in Rotterdam met 2-1 gewonnen van Feyenoord. Utrecht begon zwak aan de wedstrijd en kwam na 33 minuten zelfs op achterstand door een kopdoelpunt van Tevreden. Vlak voor rust kwam Utrecht uit het niets door Nassar Barazic op gelijke hoogte.
In de tweede helft was Utrecht gelijkwaardig aan de thuisploeg en kwam op voorsprong. Door Rodney Antwi maakte de tweede goal. Op aangeven van Tommy Oor. Utrecht heeft nu 6 punten. Voetbalclub Spakenburg heeft gisteren na de eerste wedstrijd van het topklasseseizoen de dopingautoriteit op bezoek gehad. Na de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys moesten van elke club 3 spelers een plasje inleveren. Momenteel loopt er een onderzoek naar Spakenburg. In NRC Handelsblad gaven 2 oudspelers onlangs aan dat zij in het kampioensjaar 2012 regelmatig crack V3 hebben gebruikt. Oud-Spakenburg-aanvoerder Jeroen Hessing, nu speler van Rijnsburgse Boys, neemt in de warming-up een slok uit een bidon. En bedenkt zich, alsof hij voorvoelt wat er na de wedstrijd gaat gebeuren. Inderdaad, een dopingcontrole. En het toeval wil dat uitgerekend de 2 spelers van Rijnsburgse Boys die in het vermeende dopingjaar bij Spakenburg speelden, door loting worden aangewezen om een plasje te doen. Of is dat geen toeval? Volgens mij kun je eerder 3 keer geraken worden door de bliksem dan zo, weet je. Dus maar puur onzin, joh. Toevallig loten ze ons, maar daarentegen, ik heb niks verbergen. Dus het is wel een hele gedoe, maar ik heb niks verbergen. Dus als ze willen, mogen ze de hele dag naast me lopen en elke keer plassen me pakken. Het is wel een bekertje voor hen, hè. Namens de dopingautoriteit zei directeur Ram deze week tegen RTV Utrecht dat er per jaar 100 controles worden uitgevoerd in de top van het amateurvoetbal. Maar in de topklasse had nog bijna niemand ooit een dopingcontrole gezien. Best een verrassing dus, dat uitgerekend de eerste wedstrijd van Spakenburg na de start van de dopingaffaire aan een test wordt onderworpen. Misschien een statement vandaag om hier dopingcontrole te doen, ik weet het niet. Jullie zijn met de geruststart gaan plassen? Ja. We hebben niks raars gedaan vandaag. Nee. Wij zijn uiteraard benieuwd hoe dat gaat, zo'n dopingtest. Maar binnen mogen we niet filmen. Dus vragen we het een kersverse ervaringsdeskundige. Ja, dan moet je gewoon wachten tot je een bekertje voor moet plassen. Ja, dat wordt opgestuurd. De dopingcontroleurs zelf willen niet voor de camera reageren. Oh, en oh ja, Spakenburg wint met 4-0. 3 doelpunten van Kees Tol. Dan krijgt u van mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het koelt af naar de 8 graden. Morgen schijnt af en toe de zon. Maar er valt ook af en toe een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 19 graden. Tot zover deze uur vandaag. Morgen zijn we er weer met een spiksplinter nieuwe uitzending. Heel graag tot dan. Dag.